plaats van Sonko, die dus ook gepasseerd is van de Leur en van Dessel. Die speelt in de plaats van de gepasseerde Soethuis, de Belg en Lawal. En de twee spitsen komen uit het buitenland, Nugaard en Anastasio. PSV met in het doel Waterreus, achterin Oye, Nikiforov, Faber voor Hofland, Heinze, Rommedaal, Van Bommel, Vogel, Kolka. Geen Brugink, want die zit. Wel Ketsman en Ramzi. Hier is Jeroen Grütter. Van Bommel met ruimte. Ruimte om uit te halen zelfs. En bijna zet hij daar PSV al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Op tijd weggelopen. De paas is uitstekend. Maar dan mist het schot van Bommel net voldoende richting. Heinze. Aangespeeld door Ramzi. Kolka zoekt de combinatie met Ramzi. Ramzi doet het zo. Ook niet slecht. Oye. Ketsman. Voortdurend geschaduwd door Regilio Vrede. Ketsman komt daar goed uit, zeg. En het schot van Ramzi gaat over. Sonkaya. Tegen het lichaam van Kolka. Weg is Ketsman. Ketsman. En een redding van Kalac. Slechte paas van Ketsman. Die de bal inlevert bij Nygaard. Maar het herstel neemt Faber voor zijn rekening. Onmiddellijk gevaar aan de andere kant. Met Van Bommel. Van Bommel doet het zelf. Het schot werd nog even van richting veranderd. Roda ontwikkelt steeds meer grip op het middenveld. Dat komt het spel van de ploeg ten goede. Zaffarin. Een bruikbare voorzet. Lawal. Ramzi duikt de ruimte in. Gezien door Jan Heijnsen. Daar is Ramzi. Opnieuw de Marokkaan. Vogel. Kan Oyer aanspelen. Ketsman biedt zich aan. Oyer gaat voorlopig zelf. Van Bommel. Aardige aanval van PSV. Oyer. Kansloze paas. Omdat Rommedaal zich aanbood. Desalniettemin vrede in de problemen, evenals Van Haren. Ketsman. En Kalac. Slechte paas van Bommel. Anastasio. Op links Lawal. Van der Leur en Nygaard voor het doel. De voorzet van Lawal is niet goed. Maar hetzelfde geldt voor het uitverdedigen van Nikiforov. Anastasio. Erik Gerets heeft de afgelopen minuten al de nodige decibellen geproduceerd. Teken dat het toch niet helemaal naar zijn zin is. De manier waarop PSV op dit moment speelt. Met name hij heeft er al een paar keer langs van gekregen. Dennis Rommedaal. Bal komt tegen de paal. Kalac verkeek zich daar misschien een beetje. Zat Gerets en PSV zo mee de afgelopen weken. Overwinningen tegen NAC, PAOK, Saloniki, Heerenveen. Maar nu nog altijd die gelijke stand tegen Roda. En gevaar, want daar is Anastasio en daar is niet de 1-0. Want hij schiet tegen de lat. En dan gaat de poging voorlangs. Opnieuw van Anastasio. Er sluipen steeds meer fouten en misverstanden in het spel van PSV. En dat leidt dan tot deze grote kans voor Anastasio. Maar de Griekse topscorer van Rode JC raakt de lat. Niveau wordt er niet beter op aan het begin van de tweede helft. En onder in beeld ziet u Mark Nygaard op de grond zitten. Hij lijkt last te hebben van een blessure. Inmiddels warmt Tom Soethaars zich op. Een kuitspierblessure. Zo lijkt Nygaard aan te geven aan de verzorger. Hij kan nauwelijks overeind komen.
Het ziet er naar uit dat het einde van de wedstrijd nadert voor de Deen. Soutaars krijgt de instructies van Seffe Goossen en gaat in het veld komen in plaats dus van Mark Niegaard. Mooier. Op Rommedaal. Niet buiten spel. Maar de paas was te hard en daardoor kan Kalac ingrijpen. Te veel spelers van PSV hebben vandaag een off day, zo lijkt het. Laval heeft Van Dessel bij zich. Laval doet het zelf. Verrassend schot. Waar Waterreus nog op een actie moet komen. Vogel. Kersman. Heeft het moeilijk tegen Vrede. Kolka. Binnendoor bij Sonkaya. Kolka kan uithalen. Goeie actie van Jonas Kolka. Van Haren in de achtervolging. Maar nog altijd Rommedaal. Paas was bedoeld voor Vogel. Het werd uiteindelijk Kolka. Kolka, Kersman. Heel even daar dreigend voor het doel van Rode JC. Voor het eerst na een bruikbare voorzet van Jonas Kolka. En Dennis Rommedaal wordt na 65 minuten uit zijn lijden verlost. Geen goed moment gehad in de hele wedstrijd. Of het moet die mislukte voorzet tegen de paal zijn geweest. Zijn vervanger John de Jong. Logische ingreep van Erik Gerets. Faber. Nog een minuut of 20 te spelen. Langzaam maar zeker schuift PSV toch weer op. In de richting van de helft van Roda. En Kersman is weg. Kersman 1-0. Tja, hij heeft toch maar weinig kansen nodig om tot scoren te komen. En het gebaar naar de achterkant van het shirt is zo terecht. Mattea Kersman. Vrede glijdt in. Mist de bal. Is Kersman kwijt. En dan aarzelt hij niet. En laat hij Kalac kansloos met een laag en geplaatst schot. De Jong. Ruimte op links bij Kolka. Duurde wat lang voordat de bal daar kwam. Maar uiteindelijk dan toch. Kolka weer binnendoor. Kolka. Ruimte voor het schot. Kolka. Kalac. En Kersman naast. Eerste slippertje van de Australische keeper. De hoekschop wordt genomen door Kolka. Kalac laat de bal weer los. Lucius. Kersman liet buiten spel. De beslissing in de wedstrijd. De beslissing in de wedstrijd. Want hoe mooi maakt Mattea Kersman dit af. Prachtig werk van Theo Lucius die op het juiste moment de paas verstuurt. Kersman dan geconfronteerd met een verdediger. Die schudt hij af. Dan stijlvol voorbij Kalac. Het doel is leeg. De 2-0 daar. Zo parasiteert PSV dus volkomen op de talenten van Mattea Kersman vanavond. Maar dit is een schitterende uithaal van Davy Zaffarin. Die de spanning weer snel terugbrengt in de wedstrijd. Anderhalve minuut na het tweede doelpunt van Mattea Kersman is de marge weer 1. Tot verontwaardiging van Erik Gerets. PSV zakt massaal terug tot op de rand van het 16 meter gebied. En dan roep je de problemen over je af. Anastasiou met een schot. Maar nu de redding van Waterreus. Zaffarin. Anastasiou klemt tussen Van Bommel en Faber. En daar fluit Van Hulten voor. Luipers of Van der Leur. Het wordt Van der Leur, maar die vindt de muur. Luipers in de herkansing. Geen buitenspel voor Zaffarin. Redding Waterreus, die zich goed had opgesteld. Scheidsrechter Van Hulten vindt het genoeg. Fluit af. PSV wint met 2-1. Met name dankzij Mattea Kersman. Want zijn twee doelpunten bleken vanavond goud waard tegen Rode JC.